Vooral als er een brug open gaat bij een van de doorgaande wegen rond de stad, is Leiden in last. Maar ook het ontbreken van een echte rondweg speelt een rol bij de verkeersdrukte. Ik herken het wel, want ik ben een aantal dagen in de week in Leiden ben ik bezig. Rijk eigenlijk door de hele stad heen en ik merk wel dat het drukker wordt. Ja, zeker. Ja, dat klopt ook, ja. Als ik s'avonds aan het werk ga, dan sta ik inderdaad vast. En ook al blijf ik nog steeds in mijn eigen stad, ik sta vast s'avonds. Het is eigenlijk een soort één grote eenrichtingsverkeer. En als je van de ene kant naar de andere kant van de stad moet, dan moet je er doorheen. Je kunt niet een ring wegnemen. Dus het verbaast me ook niks. De VVD in Leiden is allerminst te spreken over de slechte reputatie van de stad. De partij verwijt het huidige linkse college van BMW dan ook dat het de bereikbaarheid van de stad niet serieus genoeg neemt. De statistiek die nu is uitgekomen, dat we in de file top 1 staan inderdaad, bewijst maar weer. Mensen gaan die auto niet zomaar laten staan, ook al zijn er files. Dus het idee dat je maar je vingers in je oren kan stoppen en hopen dat al die auto's maar verdwijnen als je maar genoeg OV en fiets roept, dat is niet zo. En dat is ook geen manier om beleid te maken met een stad en voor een stad als Leiden waar de problematiek zo groot is. Nou ja, ik snap het vanuit hun standpunt, snap ik het wel. Aan de andere kant werken we heel goed samen. Hè? En hebben we ook samen bijvoorbeeld voor die Leidse Ring Noord gepleit. Dat is de grootste uitgave die dit college überhaupt doet, zeker op verkeersgebied. En dat is heel belangrijk voor de doorstroming van de auto. Maar ook inderdaad voor openbaar vervoer en de fiets. Het is niet of-of, het is echt en-en. Wil je met de auto goed door en naar Leiden kunnen komen, ja, dan moet je ook investeren in openbaar vervoer. Om die ruimte te creëren, moet je investeren in de fiets. En dat doet het college dus ook.